Ant Warnold, Ronde van Drenthe, weersverwachting, beter als vorige week? Ja, het ziet er in ieder geval goed uit. We gaan al natuurlijk na 8 of 9 kilometer gaan we al de vanbult op en na 16 kilometer nog een keer de vanbult. Het zal niet de eerste keer zijn dat juist na de vanbult al de boel in 4-5 groepen bij elkaar ligt. Dus het kan maar zo zijn dat er in het begin al een grote groep wegrijdt. Wat is het koersplan voor vandaag? Nou, we rijden natuurlijk met een aantal profploegen. Lotto is er, maar goed, Piels is er ook. We proberen gewoon goed mee te doen in het geheel. We kennen natuurlijk wel onze plaats, maar als een Jeff Vermeulen en Stefan Zwolle wint, een sputje kun je altijd trekken. Dus Elmar Eindens zal goed zijn. We hebben een paar streekmannen hier uit de buurt. Dus wie weet. Gijs van Dijk, eerste wedstrijd. Cycling Team Jo Piels, Ronde van Drenthe. Ja, inderdaad. Dit wordt mijn eerste klassieker voor Cycling Team Jo Piels. Ik heb er heel veel zin in. En meteen met zo'n mooie grote wedstrijd te mogen beginnen, dat is heel mooi. Ronde van Drenthe, speciaal voor jou? Ja, speciaal is een mooie thuiskoers en ik weet precies waar het langs gaat en wat de cruciale punten zijn, dus dat is altijd wel mooi. Hoe liggen de stroken erbij? Ja, de stroken liggen een beetje verschillend bij. De een wat slechter, de ander wat beter, maar ik denk dat het wel mooi is. Ja, thuisparcours, ik rijd bij ons door de straat, dus mooie ronde, wat hoger niveau. Echt een podium om graag op te willen staan. Afgelopen weken nog op de kasseistroken geweest? Ik ben wel er langs gereden, niet overheen gereden. Ik weet hoe het erbij ligt en het zal spannend worden. Joey Ermens, vandaag jury 2. Wat is jouw rol vandaag? Ja, dat klopt. Ik ben vandaag jury 2. Wat ik doe, ik ben van voren te vinden. Op het moment dat er een kopgroep ontstaat, dan zal ik daarachter schuiven om alles in goede banen te leiden. En wanneer zij weer worden teruggepakt, dan zal ik zorgen dat alle auto's verdwijnen, zodat we een mooie wedstrijd kunnen rijden. Veel succes vandaag. Dankjewel. We staan op dit moment aan de achterkant van de Vanberg. De renners hebben op dit moment 10 kilometer gekoerst. En zo dadelijk gaan zij voor de eerste beklimming van de Van. Op dit moment een eerste kopgroepje van 4 man. Met daarbij Gert-Jan Bosman van Cycling Team Jo Piels. En het peloton volgt op dit moment op iets meer dan een minuut. We staan hier op de kasseienstrook en de kopgroep moet snel inleveren. Ze hebben nog ongeveer 1 minuut 20. Het peloton valt nu in 3 groepen. Dit is de grootste groep. En het peloton zit hier op ongeveer 30 seconden. En de kopgroep is op dit moment uitgegroeid naar een mannetje of 12. En daar zit ook Elmar Reinders bij. Op dit moment een kopgroep met Elmar Reinders, 4 achtervolgers. En deze zitten op ongeveer 15 seconden. En daar zien we Jeff Vermeulen ook aankomen samen met Koen van Meldvoort. Klein stukje, kom op!
En we hebben hier het peloton, dat zit op de laatste groep op ongeveer 20 seconden. Bernd de Vries voor de laatste ronde heeft 13 seconden voorsprong. En hier hebben we de achtervolgende groep met Elma Reiners. Op dit moment Jesper Asselman aan de leiding. De man die vorig jaar vierde werd in de Ronde van Drenthe. En hij gaat het halen. Jesper Asselman. 2, 3. Elma, toch nog een van de medevluchters met een groep van 17. Hoe ging het? Ja, met mij ging het goed, maar in die eerste groep zaten veel te veel koppeltjes en drie man van de Rijken en vier of vijf van Roompot. Dus de koers lag eigenlijk een beetje op slot als eenling. Ik wou nog gaan, maar Roompot had een treintje en liet er gat vallen en Asselman had alleen nog de streep. Een van de vroege vluchters vandaag, hoe ging het? Ja, het ging goed. Ik wil graag wel in de vroege vlucht zitten en ja, dat was direct gelukt voor de eerste keer van al. En ja, we rijden mooi weg en de samenwerking was super goed. Ik voelde me erg goed op de keitjes. En op de twee keer zijstrook kreeg ik problemen met de derieur, die klapte in één keer dubbel. En ja, ik kwam niet meer van de 11 af, dus toen was het op een gegeven moment best harken. En ja, toen op een gegeven moment kreeg ik contact via de oortjes via naar Han Vanelt en die stond halverwege de koers. Dus de wissel was super snel. En ja, helaas ga ik daarna even op mijn kloten. Maar ja, dat hoort erbij. En een goed dagje. En ja. Ik had gehoopt dat er net iets meer in zat. Maar goed, misschien dat die val ook wel energie vreet. Dat was jouw eerste ronde van Drenthe? Dat klopt. Als Drenthe de eerste keer de ronde van Drenthe. Ja. Het was, was geweldig. Ik vond het een leuk rondje. Een prachtig rondje. En, ik hoop dat ik volgend jaar weer kan rijden. Dan staat hier het plaatje compleet. Dan vraag ik één ding. Hogeveen, laat het maar eens even horen. Voor de top 3 van vandaag. Een applaus voor Dylan Goedeweken, Mark Nelly en Jesper Asselman.